Het is vrijdag 7 april. En ja, het gek is, ik heb hier nog nooit een presentatie gedaan vanaf de plek waar ik nu sta. Namelijk op de trap in de centrale hal van dit bedrijf. En, want ja, Agda en Munnik zijn nog steeds hier bij ons hedenochtend. Ja, even uitleggen, want we staan dus nu op de trap. Paul, wat is dit? Ja, nou, Thomas, die zijn het inderdaad zeer terecht. De Beatles die namen afscheid op een dak. En wij staan in een trappenhuis bij 538 in Veronica en Radio 10. Precies, dat is één groot bedrijf. Dus nu kunnen ze eigenlijk alle zenders tegelijk pakken als we nu hun deur open zouden zetten. Waarom? Zou ik doen. Dat schiet lekker op. Is dat de bedoeling ook? Of niet? Dit is halverwege naar huis. Oké, okay. Dat is ook een grote hit voor jullie. Het klinkt hier heel kerkelijk. Het ruimtelijk, het gaat om het effect. Nou, ik ben helemaal benieuwd hoe het zo gaat klinken. Ik heb nog wat luisteraarsvragen, heb je er zin in? Jazeker. Ik kreeg een luisteraarsvraag van Paul onder andere, heel toevallig. En die vraagt zich af, komt er ooit nog een... Komt er nog een komische theatertour ooit? Komische theatertour? Bedoelt meer of we nog cabaret gaan maken? Nou, cabaret? Weet ik niet. Ik weet het niet. Eerlijk gezegd, dat is het echte antwoord. Ik heb een vraag van Thomas gehad, heel toevallig. Die vraagt zich af, komt er dan überhaupt een muzikale theatertour nog? Oh, dat is inderdaad behalve de grapjes dan. Nou, daar is misschien meer kans op dan een cabaretprogramma. Dat wel, inderdaad. Ja, maar die moet het voorbereiden, dus... En daar is met al die Ziggo's natuurlijk geen tijd voor. Nee, die gaan we eerst eens even doen. Sowieso. Eerst de Ziggo's en dan... want ja. Dat zijn er genoeg ook voorlopig, lijkt mij. Ja, en daarna gaan we gewoon kijken van... joh, wat hier heel fijn aan is dat we nu eigenlijk kunnen kiezen wat we willen. Dus als we denken, nou, we gaan volgend jaar eens een klein toertje doen in het theater... of het jaar daarop, of dan kunnen we dat doen. En kijk, voordat je weer een theaterprogramma geschreven hebt... Thomas terecht zegt, dan ben je alweer een jaar verder. Dus die plannen hebben we op dit moment niet. Maar alles kan nu, dus dat is heel fijn. In datzelfde kader, alles kan, kreeg ik nog een vraag binnen van Jolanda. Die vraagt zich af, hebben de Puma's zich al gemeld? Niet bij mij. Niet bij mij. Ik heb geen Puma-nummers. Jij wel, hè? Jij kent iedereen. Ja, maar ik heb ze geblokkeerd. Dus ze belden wel. Oké, dat wordt niks. Nee, helaas, Jolanda, voorlopig nog geen Puma's. Maar als je van dik houdt, blijf gewoon luisteren, want het komt vanzelf goed. Het is tijd voor een klassieker uit de top 4000. Dus hier in het trappenhuis, om het zo maar even te zeggen. Welke gaan jullie hier spelen dan? Jetplane van John Denver. John Denver? Yes, maar net vertaald. Dus het moet heel even... Het eerste couplet moeten we even spieken en daarna is het ieder voor zich. Ik zie, daar hangt nu een spiekbriefje op het standaard. Dat is standaard natuurlijk. Ja, dat is standaard. Oké, ik heb nog meer standaard grappen. Die zal ik na de uitzending bewaren. Hoe maak je dit op zo'n ochtend? Ik hoop niet dat iemand turft. Dat turf ik niet aan. Maar jullie wel. Ik stel voor... Een luistervraag van mij inderdaad. Het is de... We hebben trouwens wel een mooie bedrijf, een uitverkocht stadion geregeld. Dan kun je van Sven aan de zingen. Ja, te gek. Ja, dat zijn ze. Ja, laat het maar horen. Ja. Ja. Ga ervoor liggen. Living on a Jetplane, maar dan een tikkie anders. Agda en Munnik, live vanuit de trap. Mijn tas gepakt, ben klaar om te gaan. Ik sluip naar buiten, jas kan aan. Ik had je willen wekken. De zon komt op, de dauw smelt weg. Taxi toeter, dat is pech. Daar sta je al nu, redden wat ik kan. Kom, kus me en geef die lach waarin ik heel mijn toekomst zag. Niet doen, ga staan. Laat me los. Mijn vliegtuig, ik kan niet omgepraat. Geloof me, het lijkt of ik jou verlaat. Het is eerder dat ik je verlos. Je weet toch lief, ze zeggen dat. In elke stad een andere schat. Ik kan niet omgepraat, geloof me.
jou verlaat. Het is eerder dat ik je verlos. Hoe dan ook moet je verlaten. Ja, als ik terugkom, gaan we praten. Kus me nog eens, slaap nog wat en dag. Wanneer ik terugkom, geen idee. Maar ik breek heus niet dichtbij mee. En dank je voor dat ik eigenlijk blijven mag. Kom, kus me en geef die lach. Waarin ik heel mijn toekomst zag. Niet doen, ga staan, lief, laat me los. Mijn vliegtuig, ik kan niet omgepraat. Geloof me, lijkt of ik jou verlaat. Het is eerder dat ik je verlos. Mijn vliegtuig, ik kan niet omgepraat. Geloof me, lijkt of ik jou verlaat. Mooi galmende trappenhuis daar. Waanzinnig. Ank dan de Munnik. En Leaving on a Jet Plane. Maar dan even lekker op een eigen manier. Fijn dat jullie er waren. Wat fijn. En de beelden hebben we gelukkig nog, Henk. Die gaan we straks maar even online gooien. Want dit zag er wel, echt fantastisch uit. Zeg, uit het trappenhuis. Want ja, daar is de akoestiek zo mooi. Een waanzinnige reden om het vanuit daar te doen. Ank dan de Munnik. En wat zullen ze nog vaak te horen zijn? Ja, lach er maar om. Ja. 6 keer Ziggo Dome, dus dat zit wel goed. Vrijdagochtend, 7 april. En wat een goede vrijdag. En wat komt hier nou aan? Och jongens.